eerste training, Gasterre Flames. Het team is compleet met twee geblesseerden, Arvin en Jesse. Hoe is het met je? Het gaat goed. Ik ben nog niet fit. Ik ben op weg naar weer fit worden, maar ik ben nu misschien net boven de helft. Dus ik ben er nog niet. En het is gewoon hard werken om er weer te komen. Het heeft met je knieën te maken. Wat is er precies aan de hand? Op de foto's voor de operatie zagen we dat er haakvormige botjes waren onder mijn knieschijven die staken in mijn patellapees. En na de operatie bleken er ook nog een paar botjes vast te zitten in mijn pees. Dus die hebben ze eruit moeten halen. Wat toch wel cruciaal is, want dat trekt ook wel weer wat dagen erbij, wat maanden erbij. En het is nu allemaal verwijderd, dus de pijn is er nog wel. Van irritatie van de operatie, maar de operatie is goed gelukt, dus het is wel goed gegaan. Voor het eerst gisteren bij elkaar als ploeg, dus je hebt de jongens allemaal even kennis meegemaakt natuurlijk en vandaag ook. Wat vind je ervan? Leuk. Het is een wel heel nieuw team natuurlijk weer, bijna. Heel fris. Ik denk dat we frisse jongens hebben, atletisch team, dat weet ik wel zeker. En we gaan er gewoon weer opnieuw tegenaan. Is het dan niet ontzettend frustrerend dat je er nu niet bij bent? Het is heel frustrerend, ja. Ik heb die bal niet meer aangeraakt sinds mei, dus deze maand, wanneer de voorbereiding bezig is, gaat het heel zwaar worden voor mij. Hoe ga je ermee om? Ik heb geen idee, ik heb er nog nooit ervaring mee gehad. Dus het enige wat ik moet doen is gewoon keihard werken om weer fit te worden. En ik gebruik elke minuut die ik heb om krachttraining te doen. Dus als zij aan het trainen zijn, ben ik in de krachthonk. Dus alle vertrouwen dat het binnen 3, 4, 5 weken weer speelklaar bent? Ja, dat is dus het probleem. Dat weet ik dus niet zeker. Omdat ik kan pas echt mijn benen trainen wanneer de irritatie in mijn pees weg is. En die is nog niet weg. Dus dat ligt er een beetje aan. Maar het komt goed. Het komt sowieso goed. We hebben er zin in. We hebben er heel veel zin in, ja.